Op de IAA konden we hem al bewonderen. Daar stond hij stil. Nu mag Iep van der Meer en mee op stap. De DAF XD. Ja, de eerste kilometers met de DAF XD. En in dit geval een 410 pk bakwagen met een slaapcabine met een laag dak. En het eerste wat opvalt, het is alsof je in een XG of een XF zit. Het dashboard, de bediening, het is allemaal precies hetzelfde. Dat geldt ook voor het comfort. Ja, en het is exact hetzelfde digitale dashboard als in de grote broers van deze DAF. En ja, ook dat krijg je dus nu als distributiechauffeur. Inclusief al die prachtige knopjes op je stuur. Hands on the wheel, eyes on the road is wat DAF zegt. En dat is ook precies wat het is. Je kunt eigenlijk alles intuïtief hier doen met die knopjes op je stuur of net achter het stuur. En dat went heel snel. En ja, alles zit toch intuïtief op de goede plek. Doordat je iets lager zit, heb je zelfs nog meer feeling met wat er gebeurt, zeg maar. Je zit wat dichter bij de grond, het rolpunt ligt wat lager. En ja, dat voelt toch allemaal weer net nog wat stabieler aan. En dat is ja, vooral op binnendoorwegen met veel slingerende weggetjes, is dat heel fijn. Het is ja, een hele fijne auto om mee te rijden. Een hele nieuwe generatie zware distributietrucks. Hoe belangrijk is dit segment voor DAF? Dit is een heel belangrijk segment voor DAF. Het distributietransport en het vocational transport, waarmee we hier ook staan, is een belangrijk onderdeel van de huidige logistieke keten. De XD bestaat uit drie basiscabine varianten. De XD dagcabine, de XD slaaplaag en de XD slaaphoogcabine. Daarmee kunnen we dat hele segment goed afdekken. Maar additioneel hebben we hier bij ons nog een extra voertuig. En dat is een extra robuuste uitvoering. Je moet het zien als een off-road uiterlijk dat we op een on-road auto gezet hebben. Met een hele stevige voorkant, ijzeren bumpers, schuin aangezette voorkant die tegen een extra stootje kan. Echt voor het bouwtransport? Op bouwtransport, op slecht begaanbare wegen waar een steen en een paal liggen en waar je niet bang hoeft te zijn dat gelijk beschadigingen optreden. Nou zit er heel veel DNA van de XF en de XG-series in deze nieuwe XD. Waar uitzicht dat in? Nou, alle goede eigenschappen op het gebied van veiligheid, van efficiëntie en van comfort, die hebben we ook één op één in de XD toegepast. Ja, een van de belangrijkste dingen van een distributietruck is natuurlijk de instap. Distributiechauffeurs stappen tientallen keren per dag in en uit. En ja, met twee stapjes, je wandelt er echt zo in. En die lage cabine zorgt ervoor dat de motortunnel iets hoger is dan we gewend zijn. Maar toch heeft hij nog voldoende staanhoogte. Kijk eens, ik kan hier gewoon keurig staan om me aan en uit te kleden, om naar bed te gaan, noem maar op. En ja, alles bij elkaar is deze hoge slaapcabine toch prima voor een weekje van huis. Maar goed, als die staanhoogte nog niet genoeg is, dan kun je hier ook gaan staan. Dankzij deze klapstoel. Want die klapstoel zorgt niet alleen voor meer zicht, hij zorgt ook voor nog meer staanhoogte. Bovendien heeft deze stoel nog een extra functie. En dat is dat je hem als tafeltje kunt gebruiken. Ja, en de XD heeft echt het DNA van de lange afstandstrucks van DAF met dezelfde enorme koelkast. Met zelfs een gekoelde flessenhouder. Dus je kunt ook door hem half dicht te doen, kun je nog steeds bij je koude drankje. Kortom, lange afstandscomfort in een distributiecabine. Een van de ontwerpcriteria bij de nieuwe DAF XD voor de distributie was de dode hoek en dus de zichtlijnen. Hele lage raamlijn waardoor je echt dicht bij de auto kunt kijken. En daarnaast is er de optionele curbview window die je nog meer zicht geeft op alles direct naast de auto. En deze stengel aan de voorzijde, dit is een camera. En ja, dat is super veilig natuurlijk, want je kijkt helemaal tot achteraan je trailer aan toe. Ten opzichte van de XF en de XG modellen is ook het dashboard aangepast. Dit is namelijk het Vision dashboard. Past overigens ook in die andere modellen van DAF. Dat betekent dat dit vlak iets minder groot is, maar daardoor heb je hier nog meer zicht. Je ziet hier bijvoorbeeld riant onder die ruitenwissers door. En dat draagt bij aan het directe zicht rondom die auto. Nieuw ontwikkeld zijn ook de buitenspiegels en die geven niet alleen een optimaal zicht naar achteren, maar zijn zodanig ontworpen dat het directe zicht ook zo min mogelijk belemmerd wordt. Onder meer met dit hele grote gat, waardoor je je omgeving goed in de gaten kunt houden zonder dat het wordt afgedekt door
grote spiegelhuizen. Ja, die nieuw ontwikkelde spiegels die zijn natuurlijk prachtig voor meer direct zicht, maar dat kan nog mooier als je kiest voor het camerasysteem van DAF. Dit is dus de meest luxe versie van de XD. Dit is de slaapcabine met hoofddak met ook het digitale camerasysteem. Ja, je ziet het enorm zicht rondom, maar ja, de dode hoek ja, is vrijwel opgeheven. Natuurlijk blijft het uitkijken, maar met al die ramen, met die diepe zichtlijnen en die dode hoekcamera's, ja, voor in de distributie, optimale veiligheid. Een van de kenmerken is de aerodynamica, maar hoe belangrijk is brandstofverbruik in dit segment? Brandstofverbruik is voor de transporteur heel belangrijk, ook in dit segment. En daarom hebben we ook met de nieuwe generatie XD tot 10% brandstofverbruiksverbetering gerealiseerd. We hebben natuurlijk vorig jaar de nieuwe XF en de XG generatie gezien en nu dit. Ja, dat straalt heel wat af, maar dat straalt ook van jullie af. Ja. Iep, dat is gewoon zo. 6 tot 8 jaar hebben we gedesigned, gewerkt aan deze auto en beproefd. En dat heeft geleid tot die truck of the year. En we zijn daar hartstikke trots op. Met de nieuwe XD-generatie zet DAF echt de nieuwe norm neer voor de zware distributie. En of je nou op een vuilnisauto rijdt, op een trekker, oplegger of op een bakwagen, alle comfort en veiligheid krijg je er gewoon bij.